keer. Goede keer, zegt men dan. En dan is het een korte race. De Française die een vlugge start neemt. Maar Lena Bolaars, ook zij heeft natuurlijk dat ticket voor de finale. Zij wil natuurlijk dat ticket voor de finale. Slechts één renner. En dan kijken we naar de zes beste tijden. Dus dit is een tactisch piekspel. Tempo moet hoog liggen. Ja, ook sterk wel. Tiengrieven moet alleen maar. Twee dames uit Heverlo. Gekeken, ik hoor dat op de zes beste tijden doorgaan. De zes beste tijden voor die finale. En bij de volgende passage zullen we de bal horen voor de laatste ronde. Zo, last lap. Het is de passage met de nummer 417. We zijn de twee Françaises en het is Tinacon die de koppositie overneemt en die zich mee te gaan plaatsen voor de finale. Tinacon dus.